De democratie is springlevend in Limburg. Zo levend zelfs dat er een serieus voorstel ligt voor een bindend referendum. En dat is bijzonder, omdat onze grondwet schrijft voor dat kiezers hun volksvertegenwoordigers niet terug kunnen fluiten. Een volksraadpleging is juridisch dus niet bindend. Maar wat als het wel politiek bindend is? Daar ga ik het over hebben met de gedeputeerde namens de VVD in Limburg, Joost van den Akker, en politiek verslaggever van Elsevier Weekblad, Carla Joosten. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, ooit een kroonjuweel van D66, het referendum. Volgens mij is het landelijk afgeschaft, maar Limburg ziet dan toch een geitenpaardje. En het is niet alleen Limburg die er best een kans voor ziet. Joost van den Akker, u bent jurist, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, maar deed ook onderzoek naar referenda. U bent er zelfs op gepromoveerd. Snapt u de wens om tot echt een bindend referendum te komen? Ja, want er zijn natuurlijk heel veel besluiten die parlementen, dus ook de gemeenteraden, provinciale staten, de Tweede Kamer nemen. Maar bij sommige dingen zijn die zo zwaarwegend of zo bijzonder dat er ook een kans moet zijn voor de bevolking om aan de noodrem te trekken. Bijvoorbeeld als een groot deel van de bevolking het niet eens is met een besluit dat het parlement genomen heeft. En daarom stellen we ook in de provincie Limburg nu voor om een correctief, politiek bindend referendum te organiseren. Dus nadat provinciale staten een besluit genomen hebben, dat gecorrigeerd kan worden als er veel mensen daartegen zijn. Ja, veel haken en ogen zijn er wel aan zo'n bindend referendum. Carla Joosten, je hebt vast in het verleden wel geschreven als politiek verslaggever over eerder referenda. Oekraïne hebben we het eerder over gehad, maar natuurlijk ook gewoon Europa. Wat kun je in zijn algemeenheid zeggen over het imago van referenda in Nederland? Heel ingewikkeld, complex, want burgers willen het graag, willen graag inspreken. Maar als het zover is, dan gaat dat altijd met heel veel gedonder te paard, omdat niet alle burgers het natuurlijk met elkaar ook weer eens zijn. Er zijn altijd een paar voortrekkers van een referendum. Er komt heel veel gedoe bij kijken, de spelregels zijn een beetje onduidelijk. En als dan dat referendum geweest is, dan heeft het vaak helemaal geen invloed. Dat hebben we natuurlijk gezien bij Europese referenda in 2005. Toen werd de EU-grondwet ter raadpleging aan de bevolking voorgelegd. Ja. En de bevolking zei nee. En later kwam er toch gewoon een soort grondwet. In elk geval het verdrag van Lissabon. Waar amper een andere zin in stond. In elk geval, er waren wel wat wijzigingen, maar in de praktijk blijkt dat toch eigenlijk niet zo rigoureus. Nee, want dus tot nu toe is het beeld van, er wordt een referendum gehouden, maar als er dan een uitslag is, dan leggen politici dat gewoon naast zich neer. Ja. En, dat is niet het enige, als ik even mag. Want er zijn ook lokale referenda vaak geweest in Nederland. Bijvoorbeeld bij de keuze van de burgemeester tussen 2001 en 2008 hadden we om de havenklap hadden we wel ergens een referendum. Maar toen bleek de opkomst weer heel gering. Dus toen bleken de burgers helemaal geen interesse te hebben. Nou, misschien heeft het een met het ander te maken, als ze toch naast zich neer zouden kunnen leggen. Of zou dat niet de reden zijn? Meneer Van den Akker, is de animo voor een referendum zo groot dat het terecht is dat dat nu toch weer ook in Limburg op de agenda staat? Ja, en het moet natuurlijk ook echt vertrouwen wekken, zo'n referendum. Dus niet inderdaad een fopspeen zijn waarna de bevolking de overheid niet meer zou vertrouwen. En het is trouwens zo dat bij een hele hoop gemeenten de afgelopen eeuw meer dan 100 referenda gehouden zijn. Bijvoorbeeld over gemeentelijke herindeling. En dan zag je dat de bevolking echt wel bezighoudt. Of bij bijvoorbeeld een lokaal besluit of men een nieuw zwembad wil en daar veel geld in wil steken. Daar is de burger echt wel voor zo'n referendum te porren. Dus het gaat erom, ga je geloofwaardig met die uitslag om? En dat is nu ook het voorstel vanuit Limburg, dat wij een correctief bindend referendum invoeren, doordat de leden van provinciale staten, het provinciaal parlement, bij voorbaat zeggen, als hier een referendum over komt, dan houden wij ons ook aan de uitslag. En dat zal natuurlijk dan ook afhangen nog van de opkomst of helemaal niet? Ja, dat stellen wij wel voor. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er door maar een paar honderd of een paar duizend kiezers een toch belangwekkend besluit van provinciale staten terzijde wordt geschoven. Dus wij stellen voor dat er ofwel een opkomstdrempel komt, en die zou dan net zo hoog zijn als bij de laatste provinciale statenverkiezingen. Dat is best veel, namelijk 50% van de Limburgse kiezers. Zo, dat is inderdaad voor een referendum heel veel.
Ja, want zo'n referendum moet echt de keuze van het parlement overrulen. Dus dat moet ook wel een flinke drempel zijn. Maar we leggen ook nog een andere alternatief voor. En dat is een zogenaamde uitkomstdrempel. En dat wil zeggen, dat is een beetje ook in lijn met het advies van de staatscommissie van Johan Remkes. Dat 1/3 van de bevolking, van de kiesgerechtigden, het besluit kan torpederen. Dus als meer dan 1/3 van de Limburgse kiesgerechtigden zegt, wij willen het besluit van provinciale staten niet, die stemmen massaal daartegen, ook al zouden maar 5% daarnaast voor zijn, dan wordt het besluit alsnog verworpen. Dat is een iets lagere drempel, dat is ongeveer dus 30%. Hoe realistisch is het dat dat er komt? Een referendum, een bindend referendum in Limburg? Nou, op het moment dat pakweg 26.000 Limburgse kiezers een handtekening inzamelen over een besluit dat provinciale staten hebben genomen. Bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe weg of een flinke investering. Als het dan gaat over bijvoorbeeld campussen of natuur of in de luchthaven. Dat houdt mensen best wel bezig. Hè? Want we hebben, zoals u net al aangaf, in Limburg een heel mooi landschap waar we ook trots op zijn, wat we koesteren. Maar dat moet ook dat in balans zijn. Dat vinden we in heel Nederland, hoor. Ja, maar dat moet dus ook in balans gaan met logistiek en met industrie. Want er lopen natuurlijk snelwegen doorheen, spoorlijnen. En ja, dat houdt de provinciale politiek ook wel de burgers bezig. Dus als bij een besluit 25.000 kiezers een handtekening zetten, wij willen daar een referendum over, en dan provinciale staten zeggen wij houden ons aan die uitslag, nou, dan acht ik ook best wel de kans dat er veel kiezers op de been komen. Ja, Carla Joosten, zou het zo kunnen zijn dat ze in Limburg iets vinden wat de rest van Nederland helemaal geen goed idee vindt? Nou, dat weet ik nog zo mooi niet. Want volgens mij is Noord-Holland er ook al een paar jaar over bezig. En hebben ze daar ook een soort verordening voor aangenomen. En zijn ze nu weer aan het stoeien over de precieze invulling. Maar het verschil is waarschijnlijk dat hier ook een gedeputeerde zit die er voor heeft doorgeleerd, zou ik bijna zeggen. Want wie promoveert hij? Nou, zeker, dat heeft hij. En dat hoor je ook wel. Ik moet even erbij zeggen, volgens mij is dat hele college er heel erg voorstander van. Ik denk dat een provincie als Limburg, waar ze ook nog echt een soort eenheidsgevoel hebben, dat die zich er eerder voor leent. Want in Noord-Holland hebben ze wel een verordening, maar er is nog nooit een referendum geweest, bij mijn weten, een provinciaal referendum. Waardoor ik denk dat het ook wel kans van slagen heeft, is dat het zo goed beredeneerd is. Hè? Die opkomstdrempel, minstens de opkomst van de verkiezingen. Dat vind ik op zich eigenlijk wel goed. Want we hebben reden. Een representatieve democratie. En die is natuurlijk eigenlijk de baken of de basis voor onze democratie. Maar dit vind ik interessant. U heeft ervoor doorgeleerd. Maar dat zou ook kunnen betekenen dat u het een slecht idee vindt. Maar blijkbaar vindt u het wel een goed idee. Want u heeft ervoor doorgeleerd. En denkt, ik weet ook wat de nadelen van een referendum kunnen zijn. En wat Carla Joosten zegt is interessant. Juist in een provincie als Limburg, waar de saamhorigheid groot is, en misschien wel een soort meer eenheid onder de bevolking dan bijvoorbeeld in Noord-Holland, zou dat meer geschikt zijn voor een referendum inderdaad, deze provincie, dan andere provincies? Is dat zo, Joost van Aker? Nou, je ziet in ieder geval dat de provinciale politiek wel meer leeft en ook wel bekender is en meer gevolgd wordt dan in provincies in de Randstad. Voor de rest wil ik wel iets zeggen ook over inderdaad ons provinciaal bestuur, want dat is ook wel bijzonder en ik weet toevallig dan wat meer over het referendum. Maar we hebben op dit moment ook een provinciaal bestuur dat niet uit een coalitie bestaat, maar wat wij noemen een extra parlementair college, samengesteld onder leiding van gedeputeerde en destijds formateur Ger Koopmans van het CDA, samen met Karin Strauss van de VVD. En dat betekent dat wij als gedeputeerden geen coalitieakkoord hebben en ook geen harde afspraken met de fracties in provinciale staten. En dat functioneert nu ruim een jaar. Er zitten ook gedeputeerden bij zonder een partij, gedeputeerden met een groene achtergrond, gedeputeerden van Forum voor Democratie en van de PVV. En dat betekent ook dat en dat gaat allemaal gezellig samen. Dat gaat best goed, want tot nu toe hebben wij wel onze voorstellen door provinciale staten gekregen. Alleen een referendum is er nog niet over geweest. Dat vind ik wel bijzonder, want ook bijvoorbeeld jullie, de burgemeester van Maastricht, die is ook partijloos. Dat is toch wel, is dat zo bijzonder aan Limburg? Of zijn er meer gebieden in Nederland waar je ook in de politiek kan zitten zonder gelieerd te zijn aan de partijen? Dus zonder je te moeten houden aan enig fractiediscipline? Ja, je zag het in een aantal gemeenten natuurlijk dat er wel eens partijloze wethouders zijn.
Maar strikt genomen was natuurlijk minister Van Rijn afgelopen maanden ook. Niet strikt namens de PvdA minister in het kabinet. Nee, zeker niet, dus, want dat zit niet in de coalitie. Nee. Ja, de extra parlementaire vorm biedt wellicht toekomst ook op landelijk niveau. Dat is inderdaad heel interessant. We zeiden dat al eerder, hè? U bent gepromoveerd, een proefschrift over referenda. Was uw conclusie inderdaad dat wij in heel Nederland dat zouden moeten omarmen? Of wat was het speciaal interessant voor een gebied als Zuid-Nederland of meer Limburg specifiek? Nou, het is vooral belangrijk dat je gewend raakt aan het fenomeen van een referendum. In landen als Zwitserland of Denemarken of Ierland, daar houden ze een paar keer per jaar. En daardoor weet de bevolking ook wat er op hun afkomt als er zo'n referendum komt. Dan kunnen ze zich oriënteren op voor's en tegens. Er worden ook goede informatiebrochures verstrekt. Er is vaak een referendumcommissie of een soort burgerforum dat de argumenten op een rijtje zet. Zodat inderdaad het risico dat het een chaos wordt, zoals bij het Brexit-referendum, dat het wordt gekaapt door bepaalde belangengroepen of dat het gemixt wordt met andere verkiezingen, is kleiner. En ja, op lokaal niveau zijn er, als gezegd, ook in Nederland best wel veel lokale referenda geweest. Alleen op provinciaal niveau nog niet. En op landelijk niveau hebben we eigenlijk met het Oekraïne-referendum en het referendum over de Europese grondwet en het referendum op de inlichting- en veiligheidsdiensten, wat trouwens wel tot wat wijzigingen geleid, nog wat weinig ervaring opgedaan. Maar dat is niet reden om het maar terzijde te schuiven zoals het kabinet onlangs heeft gedaan. Nee, bijvoorbeeld Zwitserland een referendum. En dan ligt ineens de vraag voor, willen we wel of geen moskeeën erbij? En dan zeggen ze gewoon nee. En dan zie je dus ook dat de meerderheid geldt. En dan als er kleinere groepen zijn, minderheden, dan delven ze gewoon het onderspit daar. Ja, hoewel bij Zwitserland, bij dat voorbeeld van het minarettenverbod, wel relevant is op te merken dat tot stand kwam omdat een 100.000-tal Zwitsers zei, wij willen dat verbod afdwingen. Dat kan in Limburg straks niet, want Limburg kan alleen een referendum houden over een besluit dat is genomen door provinciale staten. En bovendien sluiten wij referenda uit die bijvoorbeeld kwetsbare groepen in het gedrang zouden brengen. Oké, dus dat is nog een voorwaarde. Dus de opkomst wordt nagekeken. Maar dus ook van, het gaat vooral over iets wat dan blijkbaar niet zo beladen is. Ja, of in ieder geval besluiten die grote economische, maatschappelijke of sociale impact hebben. En bij de provincies zijn daar toch vaak dingen over hoe je het ruimtelijk gebied inricht. Ja, dus weg met de boeren of laat ze uitbreiden, dat soort zaken. Nou ja, of bijvoorbeeld de hoogte van de snelheid op provinciale wegen. Er was nu veel discussie over stikstof en de snelheid. Dat is er nog steeds, ja. Ja, er is de snelheid op snelwegen is verlaagd. Op provinciale wegen nog her en der niet. Maar soms kan dat ook zo'n effect zijn. Dus dat zou een voorbeeld zijn om een referendum over te houden. Dat is interessant, want het was het wisselgeld. We willen meer huizen in heel Nederland. In Limburg staan er misschien wel een paar leeg. Anders dan in andere gebieden in Nederland. Maar dat in theorie zou het dus kunnen dat de Limburgers zeggen, nee, wij willen dat niet. Bij ons mag je gewoon 130 over de snelweg. Nou, niet. Nee, dus die snelwegbesluiten kunnen we niet bij referendum wijzigen. Maar op onze provinciale wegen, waar nu meestal 80 wordt gereden, of soms 100 of soms 60, daar kun je bijvoorbeeld aan de bevolking voorleggen, want we willen een nieuwe provinciale weg. En wat moet daar dan de snelheid bij zijn? Dus maar één voorbeeld waar een referendum over gehouden zou kunnen worden. Nou, ik zou je ook kunnen zeggen, en misschien herken je dat als kritiek, Carla Joost, op een referendum. Dat je denkt, ja, ik vind het juist zo lekker dat die mensen zich kunnen buigen over al die dossiers waar ik me niet mee bezig hoef te houden. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen een goede afweging maken. En het gevaar is, als je meedoet aan een referendum, dat je dan juist uit de heup gaat schieten. Of dat je alleen maar in je eigen bubbel de informatie tot je neemt in plaats van alle voor's en tegens eerlijk afweegt. Is dat in jouw optiek een zinnig tegenargument als het gaat om referenda? Jazeker. Politici in Den Haag en ik denk ook in Maastricht, die moeten inderdaad, zoals je zegt, alle belangen afwegen. En als je dan alleen maar als burger met één ding bezig bent en daar ga je heel hartstochtelijk voor strijden, dan maak je natuurlijk helemaal die belangenafweging niet. Dus dat is echt een heel belangrijk argument tegen. Wat ik zelf ook wel een beetje problematisch vind, is dat één onderwerp wat volgens mij de mensen altijd het hardste raakt en ook het meest in vervoering brengt, is met name ook in Limburg, zijn gemeentelijke herindelingen. En die vallen er niet onder, heb ik begrepen. En dat is misschien ook wel logisch, want de provincie heeft daarin helemaal niet het laatste woord. Dat ligt in Den Haag.
Maar juist op dat gebied willen burgers juist heel vaak initiatieven nemen. En misschien kan dat in de toekomst even goed nog wel, maar dan gewoon met een soort raadplegend referendum. Dus eigenlijk alle onderwerpen die echt dan wel beladen zijn, of dan wel het regionale belang overstijgen, die mogen niet. Is het dan wel zinvol om, als het dus eigenlijk om relatief kleine zaken gaat, om daar dan nu zo op aan te sturen, meneer Joosten? Van den Akker, sorry, Joost van den Akker. Ik let even niet op. Joost van den Akker. De naam, ja, Carla Joost en Joost van den Akker. Daar komt het misverstand door. Nee, het is zo dat eigenlijk de grote provinciale beleidsplannen, bijvoorbeeld over de provinciale natuur of de investering in de economie en de logistiek of het openbaar vervoer, nou ja, over die invulling daarvan, dat zijn gewoon belangwekkende besluiten. En daarbij kunnen burgers dus ook echt een referendum afdwingen. En dat is wel een belangrijke wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel. Niet dat de politiek vraagt aan de burgers, wat vinden jullie ervan? We willen graag dat jullie in een referendum uitspreken wat je ervan vindt. Maar wij stellen nu voor, nee, het is echt een noodrem. Als er een belangwekkend besluit is waarbij duizenden kiezers op de been komen, hun handtekening zetten, daar moet een referendum over komen, dan kunnen ze dat afdwingen. En dan weegt dat ook zwaar, omdat de statenleden op voorhand zeggen, wij houden ons aan de uitslag. En daarmee wordt het dus geen fopspeen. Nee, precies. En dan gaat het altijd om iets wat in Limburg heel erg belangrijk is. Heeft u een concreet voorbeeld waarvan u denkt, nou, als dit doorgaat, dan moeten we dat als eerste bijvoorbeeld naar voren kunnen schrijven, of dat zit ongeveer in die categorie, behalve de snelheid op een provinciale weg? Nou ja, er is best veel te doen. Dat heb ik zelf ook in portefeuille, de luchthaven Maastricht. En daar wordt ook wel eens van geroepen, van moet daar een referendum over komen? Nou, we gaan bijvoorbeeld investeren in de ontwikkeling daarvan. De start- en landingsbaan moet worden vernieuwd. Dat is in theorie iets waar de bevolking van kan zeggen, daar zouden wij wel een referendum over willen houden. Maar dan moeten ze ook daarbij geld voldoende handtekeningen verzamelen. Maar dat zien we in Lelystad. Mensen vinden het nooit leuk als er vliegtuigen boven hun hoofd gaan. Maar ze nemen wel heel graag het vliegtuig als ze op vakantie gaan naar een bestemming wat minder snel te bereiken is met de trein. Ja, en bij Maastricht AG Airport was het de afgelopen tijd zo in de coronacrisis dat juist heel veel extra vrachtvliegtuigen in Maastricht konden landen, omdat er geen vracht meer met passagierstoestellen mee kon. Dus daarbij bewees de luchthaven ook zijn economische waarde. En juist met die ontwikkeling van zo'n luchthaven zijn we ook vanuit de provincie nu bezig, ook met oud-staatssecretaris Pieter van Geel, die met allemaal belangengroepen in gesprek gaat om tot een gedragen visie te komen. Ja, en dan kan ook uiteindelijk de uitkomst van zo'n heel proces zijn als wij een nieuwe luchthaven besluit gaan aanvragen, dat zo'n regionale visie van hoe ontwikkel je de luchtvaart in Limburg, dat aan de orde komt in een referendum. Maar als gezegd, dat is niet de wens van de politiek, maar dat moet dan echt vanuit de bevolking komen. Ja. En op welke termijn zou dat een feit kunnen zijn in theorie? Als alles mee zit, dan stellen provinciale staten in oktober de referendumverordening vast en kan vanaf dat moment op die manier een correctief politiek bindend referendum gehouden worden. Nou, dus bij wijze van spreken al wel in 2021 het eerste echt bindende referendum en dan in Limburg. Mag ik daar nog iets op zeggen? Ja, Carla Joosten mag daar zeker op reageren. Maar ik wil heel even weten of dat klopt. Want voordat je dat dan zover hebt, dat je dat voor... Wij verbinden het graag aan, of bij voorkeur aan verkiezingen die al op de planning staan. Dus bijvoorbeeld gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen. Dan komen kiezers makkelijker op de been en kost het ook minder geld. Maar anders moet het in ieder geval binnen een paar maanden gehouden worden nadat de Provinciale Staten een besluit genomen hebben. Nou, we gaan het zien. Dank Joost van den Akker. Carla Joosten, jij wilde er graag op reageren. Nou, het positieve vind ik dan wel, als ik dan toch nog iets positiefs mag zeggen, dat ook de burger nu ergens over mag meepraten. Want we hebben de afgelopen tijd in Den Haag allemaal grote akkoorden gezien waar heel veel mensen aan tafel zaten, allerlei belangengroeperingen. Maar gewoon de kiezer, die was nergens te bekennen. Laat staan, overigens, de volksvertegenwoordiger. Die kon alleen een handtekening zetten onder wat de belangengroeperingen allemaal met Ed Nijpels, et cetera, had bedisseld. Dus op zich is dat dan wel weer een stukje vooruitgang. Dus verfrissend na het klimaatdebat en natuurlijk ook corona. De noodwet is er dan minder uitgebreid doorheen gekomen dan in eerste instantie werd gesuggereerd. Hè, dat bijvoorbeeld politie mocht binnenvallen en dat is allemaal niet doorgegaan. Maar dan nog. Dus er is een hoop te doen om democratie. En wat dat betreft, Carla Joosten, is het een goede ontwikkeling wat jou betreft. Is het
ook Joost van der Akker die dat onderschrijft, dat het een hele goede stap voorwaarts zou zijn ten opzichte van zoals nu de gang van zaken is als het gaat om democratische maatregelen. Ja, het is echt, we zien het echt als versterking van de vertegenwoordigende democratie. Dus dat kiezers zich niet alleen bij verkiezingen, maar ook tussentijds betrokken voelen bij de besluiten die genomen worden. Vindt meneer van der Akker het niet erg dat zijn eigen partij dit niet steunt? Nou, leuke vraag aan het eind. Ja, ik had hem ook wel verwacht. Als gezegd, Johan Remkes heeft in zijn advies voor de Staatscommissie Parlementair Stelsel echt wel aanbevolen om een referendum in te voeren. Daar lijkt ons model in Limburg ook best op. Ja, en het VVD-verkiezingsprogramma wordt nog geschreven. Dus mogelijk vindt daar ook nog een koerswijziging plaats. Nee, maar ik bedoel ook VVD in Provinciale Staten. Die maken hun eigen afweging. Want als gezegd, we hebben een extra parlementair college. En wat de fractie daarvan vindt van ons collegevoorstel, dat gaan we zien. Nou, dat is echt democratische vernieuwing. Het lijkt me in ieder geval dat Joost van der Akker een hele goede adviseur is. Want er zijn maar weinig mensen in Nederland die er zowel op gepromoveerd zijn als zich al zo lang daarmee bezighouden met dit onderwerp. We gaan het allemaal zien of het inderdaad als eerste in Limburg een feit wordt. Een echt bindend referendum. Hartelijk dank Joost van der Akker en Carla Joosten. Joost van der Akker is gedeputeerde namens de VVD in Limburg en politiek verslaggever van Elsevier Weekblad. Dat is Carla Joosten.